تعرف هاي عفراء اللي ولدت تحت الأنقاض الطفلة الحمد لله عايشة وصحتها جيدة وشوفت عينك يعني ممتازة 100%. بس افتح هذا الانترنت. De taart is voor Afra die 1 jaar wordt. Het is een feestelijke dag, maar eigenlijk is er niet veel te vieren voor Afra en haar familie. Ze wonen in Syrië, in een gebied dat al was verwoest door de oorlog daar. Een jaar geleden kwamen daar ook nog zware aardbevingen bij. In Syrië en ook in Turkije. 57.000 mensen kwamen erbij om het leven. En veel mensen raakten hun huis kwijt. Afra werd geboren in een net ingestort gebouw. Ze is pas een paar uur oud als ze door reddingswerkers onder het puin vandaan gehaald wordt. Het is een wonder dat ze nog leeft. Haar ouders en broertjes en zusjes zijn allemaal om het leven gekomen. Alhamdulillah, يعني هي منا وفينا يعني لا ما احنا شاعرين بأي شيء يعني. بس مأساة إنه فقدنا أبوها وأمها وأخواتها يعني هي الذكرى هي اللي صعبة عم تمر علينا. Afra woont nu bij haar oom en tante en neefjes en nichtjes. Maar ze leven in moeilijke omstandigheden. In het gebied dat werd getroffen door de aardbeving is bijna niets weer opgebouwd. En noodhulp kan er, door de oorlog die nog steeds gaande is, bijna niet komen. De familie van Afra slaapt nog elke nacht in een tent omdat ze bang zijn dat hun huis bij een nieuwe aardbeving kan instorten. En er is geen school waar de neefjes en nichtjes van Afra naartoe kunnen. لا إذا صار في المدارس أو كذا يعني إن شاء الله راح أعلمها أحسن شيء أنا أقدر عليه يعني 1 2 3 انفخوا على الشبع